Welkom bij Barretje 0486. Met gezellige klets, soms met een lach en soms met een traan. Buiten is het 2 graden. En binnen zit Jolanda Linders met Patrick Michiels. Welkom in mijn barretje. En vandaag heb ik te gast Patrick Michiels van Primetime uit Kuik. Welkom Patrick. Dankjewel. Leuk om er te zijn. Ja, hè? Ja. Is een keer wel anders. Is een keer wel anders, ja. Ja, inderdaad. Gezellig zitten, lekker keuvelen, want ik heb een paar kaarten, stel kaarten. Daar haal jij een kaart uit en die lees ik voor en dan gaan we gewoon beginnen. Oké. Okay. Zullen we meteen beginnen? Zeker. Oké. Okay. Alsjeblieft, maakt niet uit, hè, waar je een kaart uithaalt. Dit wordt hem. Oh, deze is wel leuk. Ik ben je reisgenoot moed. Als je met mij reist, laat je je angst varen. De hoge golven houden ons niet tegen. Wij stappen in de boot die vertrouwen heet en koersen af op de vrede. Is moed jouw vaste reisgenoot? Nee. Nee? Nee, moed is niet mijn vaste reisgenoot. En waarom niet? Nou, ik hoor allemaal avontuur en mijn vakantie is een relax vakantie. Dus dat betekent plat op het bed, boekje erbij, telefoontje erbij, biertje erbij. En dat is mijn vakantie. Ja, maar moed is of dat jouw vaste reisgenoot is. Met moed, wordt ook bedoeld dat het inderdaad... Je hebt overal moed voor nodig. Je hebt moed nodig om jouw... want je bedrijf is 2 keer afgebrand. 1 keer. 1 keer afgebrand. Dat is meer dan genoeg. Ja. Dat is meer als genoeg, ja. Maar je hebt moed nodig om het weer opnieuw op te bouwen. Ja. In dat kader is moed mijn reisgenoot. Ja. Ja, dan wel. Ik denk wel dat we het na aanleiding van de brand, dan kun je 2 dingen doen. Wachten totdat er iets gebeurt. Of zelf het heft in handen nemen om te kijken of je er iets van kunt maken. En als dan moed het woord is, dan is daar denk ik wel moed voor nodig. Ja, ja, dat denk ik ook wel. Want het heeft overal in gestaan, alle kanten. Je hebt zeker moed nodig en ook weer... Ook een risico natuurlijk om dus weer helemaal opnieuw te beginnen. Ja. Je hebt een ander pand heb je gebouwd? Ja, op dezelfde plek. Tijdelijk hebben wij toen gezeten op de Graafse Dijk in de Scharen. Daar hebben we 8 maanden gezeten. En in de tussentijd is op de plek waar we afgebrand waren weer een nieuw pand opgebouwd. Ja, dat klopt. En nu in deze tijd, er is ook heel veel moed voor nodig. Ik begreep straks, je hebt nog heel veel mensen in dienst. Ja, we hebben nog steeds 16 mensen in dienst. Dat klopt. En dat heeft er mee te maken. Je kunt dit op 2 manieren doen. 1 manier is afschalen. Dus mensen eruit, alles in slaap brengen en wachten totdat deze ellende voorbij is en dan weer opstarten. Dat was een keuze. Kost in beginsel waarschijnlijk ook het minste geld. Een ander moment of een andere manier is om... ik probeer het altijd uit te leggen door te zeggen van... om de locomotief voor de trein te houden. Zonder mensen kunnen wij ons werk niet uitoefenen. Dus ik heb ervoor gekozen om zoveel mogelijk mensen in dienst te houden. Om die locomotief aanwezig te houden. Dus want als ik zeg, ik ga de mensen eruit halen en die ontsla ik... En ik moet weer opstarten, dan zijn die mensen weg. Die gaan niet wachten, die gaan natuurlijk voor zichzelf kiezen. Dus nu is die locomotief nog, kunnen we meteen wegrijden. Ontsla ik de mensen, is de locomotief weg, kan ik niet meteen wegrijden. En dan mis ik uiteindelijk de boot. En de verwachting is wel dat wanneer het dadelijk allemaal weer mag... dat die locomotief hard nodig zal zijn om vaart te kunnen maken. Dus dat is de filosofie erachter. Dus, en dan brengt de overheid... iedereen heeft er een mening over, je kunt er veel van zeggen... maar de Nederlandse bedrijven worden op uitzonderingen na... laten we die vooropstellen, maar goed gesteund. En samen met die steun, dat beperkt het verlies.
En dan kies ik ervoor om nu wat harder in te teren, maar straks toch weer verder te kunnen. En dat de mensen nog steeds hun baan hebben, de klanten nog steeds bediend kunnen worden. Dus dat wij de partner die we waren ook kunnen blijven zijn. Dus dat is eigenlijk de gedachte erachter. Ja. En er is wel moed voor nodig. Dus het is wel je vaste reisgenoot. In maart, als je in maart tegen mij gezegd had, in januari ben je nog steeds niet aan het werk, dan had ik een maatstekker eruit getrokken. En daar is ook moed voor nodig. Want het is wel iets waar je helemaal opgebouwd hebt, zeg maar, wat eigenlijk voorlopig niet op gang komt. Maar dat wisten we in maart niet. In maart dachten we nog van juni. En in juni dachten we, nou, dadelijk na de zomer. En toen in de zomer dachten we van nou, november, december, daar zijn toch ook goede maanden voor ons, die pakken we nog. En nu zitten we in januari en nu hopen we dat we überhaupt voor de zomer nog wat gaan doen. Ja, ja. Maar ja. Met de steunmaatregelen, ja. Ja, maar het is wel wat je zegt, hè. Daar is ook moed voor nodig. Ja. En het is dus wel je vaste reisgenoot. Als je het zo uitlegt, dan is er inderdaad, dan is het zeker een vaste reisgenoot, ja. 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 Of misschien ook wel naïef. Misschien net hoe je het... Nou, ik denk niet naïef. Dat denk ik niet. Want hoe lang heb je de zaak al, Patrick? 2013. Dus 7, dat wordt mijn 8 jaar. Ja. 8 jaar. Ja, ja, misschien. Ja. Volgende kaart. Volgende kaart. De volgende kaart. Engelenvleugels. Verliefdheid of plat succes geeft je vleugels. Oh, plots. Sorry, ik heb een bril niet om. Verliefdheid of plots succes geeft je vleugels. Wat gaf jouw vleugels in het leven? Dus wat gaf jou vleugels om door te gaan om in het leven? Wat gaf mij vleugels? Om, ja, dat zijn wel meerdere dingen. De geboorte van de kinderen gaf mij vleugels. Dan wordt je doel in één keer heel anders. Het zijn, nou, de brand is denk ik wel een van de heftigste gebeurtenissen. Het zijn na de brand dat het brandmeester was. Dus met andere woorden, de verzekering technisch kwamen we eruit en we konden weer bouwen. Dat gaf vleugels. De hulp die we kregen na de brand van vrijwilligers, het personeel, je vrienden, familie, je buren, noem het allemaal op. Dat geeft vleugels. Ik denk de ziekte van mijn moeder gaf me vleugels. In het begin niet, maar later wel. Het gaf me wel inzichten in hoe ik dingen anders moest gaan doen. Bijvoorbeeld stoppen met roken, zo'n dingetje. Ja, en dat geeft dan ook vleugels, extra kracht om dat te kunnen. Ik denk dat dat wel de drie dingen zijn waarvan ik zeg, dan die gaven me vleugels, die ik zo kan herinneren, zeg maar. Ja, ja, wat gaaf. Ook wat je zegt, hè? Kinderen inderdaad, hè? Dat je dat vleugels geeft. Want je hebt natuurlijk in één keer verantwoordelijkheid. Hoeveel kinderen heb je, als ik vraag maar? Drie kinderen. Ja. En de leeftijd van? 10, 12 en 15. Mooi op een rij. Ja, mooi op een rij. Nee, maar ja, ik kan me voorstellen dat dat vleugels geeft. Omdat het je hebt in één keer een ontzettend verantwoordelijkheidsgevoel. Hè? Tenminste, dat hoor ik van de meeste vaders. Ja, dat klopt ook. Daar gaat het dan naartoe. Ja. En daar leef je dan ook voor. Daar leef je voor. Dus daar ga je voor bouwen, laat ik het zo zeggen. Om daar iets, een nalatenschap voor te maken. Ja, dat is 100%. Ja, ja, leuk. Volgende kaart. Dat is ook een... Moet je goed over nadenken. Ik ben je reisgenoot hoop. Als je met mij reist, weet je niet wat er gaat gebeuren, maar je vertrouwt erop dat het goed is. Uiteindelijk zal het ook goed komen, want dat is onze bestemming. Als we zouden horen dat morgen de wereld vergaat, planten we vandaag samen een boom. Is hoop jouw vaste reisgenoot? Wat een vraag. Is hoop mijn vaste reisgenoot? Kijk, straks hadden we dus inderdaad... Moed. Is dat je vaste reisgenoot? Nou, uiteindelijk was dat inderdaad jouw vaste reisgenoot. En nou is dus in de vraag, is hoop... heb je...
iedereen heeft altijd hoop. Zo van, hè, dat is gewoon zo. Je hoopt natuurlijk dat de corona weggaat. Je hoopt dat dit, je hoopt dat dat. En, maar je moet er wel wat voor doen, vind ik zelf, om dat te realiseren. Ja, ik denk dat je hoop kunt linken aan positiviteit. En ben je niet positief, dan ga je ook niet hopen. Hè? Want dan zie je alleen maar beren op de weg. En ik denk, als we dan even teruggaan naar één ding ervoor, dat is positief. Ik ben wel heel positief altijd, ja. Ja, ik zie vaker positieve in dingen, gebeurtenissen, mensen. En vanuit daar put je hoop. Ja, maar ik vind het een hele mooie gezegde hoor. Ben je positief, dan is er ook hoop. Dan is er hoop, ja. Dus in dat opzicht is hoop zeker een vaste reisgenoot, ja. Ja, ja. Ja. Ja, nee, mooi. Ja, ik moest goed nadenken. Ja. Ja, maar ik vond het wel een hele mooie uitspraak. Volgende kaart. Ze wat voor moeten lezen. Ja, dat mag niet. Hè? Even kijken. De engel. Je juf of moeder heeft het misschien wel eens tegen jou gezegd. Vroeger, hè? Je bent een engel. Of een bengel kan ook natuurlijk. Hè? Wanneer en voor wie ben jij een engel geweest? Dus voor wie? Dat mensen het kunnen zeggen. Oh, als Patrick er niet was geweest, dat was echt een geschenk uit de hemel. Dat was een engel die het voor elkaar heeft gekregen. Ik heb geen idee. Ik denk dat je voor je moeder wel een engel bent geweest. Ja, ja. Ja, dat is al één. Ja. Nee, maar meer het... Ook een bengel. Ja, ook een bijl. Zeker. Ja. Dat mag ook, hè? Dat mag ook. Nee, maar meer voor wie heb jij dat je zo kunt herinneren? Voor wie heb jij iemand, ja, dat is wel heel raar gezegd, heb jij uit de brand geholpen? Heb jij uit de sores geholpen dat ze echt zeggen van, hé, je bent voor mij echt wel de reddende engel geweest? Nou, ik denk dat wij wel altijd klaarstaan. Of ik altijd wel klaarsta voor mensen om me heen. En dat ze ook altijd wel bij mij terecht kunnen. Maar of dat dan echt van dusdanige aard is dat ze zeggen van als Patrick er niet was geweest, dan was het niet goed gekomen. Nee, denk ik niet. Nee. Nou, ik kan zelf wel een voorbeeld opnoemen. Ik heb met de vestingstedendagen, toen ik die organiseerde, toen had ik in één keer een tent nodig en ik had in één keer een wc-wagen nodig. En ik, toen kwam ik bij jullie. Ja. En als jullie er niet waren geweest, had ik niks gehad. Nou, ja, je had mooi weer de achteraf gezien, was er wel goed gekomen. Maar dat wist je toen niet. Dat wist ik toen niet. Nee, maar het was er wel. Ik bedoel, waren jullie er niet geweest, had ik het niet gehad. En dan was dat gedeelte, was finale in de mist gelopen. Ja. Dus dan ben je, ja, voor mij was je wel... Nee, maar dan denk ik dat er voldoende... nou, echt hele harde voorbeelden kan ik zo 1, 2, 3 niet opnoemen. Maar ja, ik denk wel dat wij altijd klaarstaan voor mensen. Nou, ik denk als bedrijf zijnde dat er heel veel bedrijven zijn, als primetime zijnde dan, zeg maar. Ik denk dat je wel heel veel laatste moment werk krijgt. Ja, met name, ja, zeker. Met name in de uitvaartbranche, dat is altijd last moment. Dat is heel, heel dankbaar, dat is zwaar, maar wel dankbaar werk. Vorig jaar hebben we een uitvaart mogen doen. Die mensen wilden per se vanuit huis de dienst laten plaatsvinden. Door coronamaatregelen was dat eigenlijk... het was niet onmogelijk, want we hebben het gedaan. Maar daar kwam wel heel veel bij kijken. En dat gaat een paar dagen overheen en dan moet het staan. En als ik dan een voorbeeld mag opnoemen, die mensen, die spreek ik nog. Die mensen zijn echt heel dankbaar. Ja, ja. Dat is, daar hebben we in een paar dagen tijd een volledig coronaproof begrafenis neergezet. Waarbij de begrafenisondernemer in eerste instantie aangaf, ja, dat krijgen we niet voor elkaar. En wat we uiteindelijk wel gedaan hebben. Maar dat was wel aanpoten. Ja, en dat geldt met stream. Daar moest een streamverbinding aangelegd worden in een woonwijk waar amper fatsoenlijk internet überhaupt was. Maar ook het aantal gasten. Ze wilden daar zo min mogelijk concessies. Dus in de voortuin stonden mensen. In de achtertuin stonden mensen. De routing moest helemaal bepaald worden. Er moest een perk moest eruit. Bomen moesten weg. Dus dat was wel... De wens was thuis. En dit moest ervoor gebeuren om het überhaupt thuis geregeld te krijgen. Nou, en dat is wel gelukt.
Dus dat was wel erg leuk. Ja. Dat is toch een engel? Ja, 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 als je het zo bekijkt. Hoe langer we erop doorgaan, hè? Nee, maar dat is ook het mooie daarvan. Hoe langer je erop. Je moet ook echt graven, zeg maar, voor jezelf. En nadenken van. Oh ja, nee, dat is niet. En, dan, en hoe verder je komt, dan uiteindelijk. Ja, dan kom je op zulke gevallen. Ja. Ja, ja, want het is dus inderdaad zo. Ja. Ja. Oh. Ja. Dat is wel een favorietje, ja. Ja. Oh, ik heb niet doorgegeven. Nee. Nee. Wat zegt dit liedje met jou? Nou ja, dat ik nooit naar huis kan. Nou, zo had ik hem niet gezien. Ik dacht, ik ben een echte Brabander. Nee, ja, ook. Maar daar vooral nog ligt, dan is dat wel mijn levensmotto, ja. Hoe vaak wij wel niet naar een feestje gaan en dan we zeggen vanavond gaan we vroeg naar huis. Nou, dat is, is echt nog nooit gelukt. Echt nog nooit. Geweldig, dus, hè? Nee, ik hou wel van een feestje, ja. Ja. Een echte Brabander dus. Een echte Brabander. Ja, want je bent ook een echte Brabander. Je komt uit de Scharen. Ja. Ben je daar ook geboren? Ja. Ja. Geboren en getogen. Geboren en getogen. Een paar jaar in Graven gewoond. En nu weer terug in de Scharen. Alweer heel lang. Ja. 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 Dus dan is het ook wel weer toepasselijk, hè? Maar wat nee, je zegt. Liedje, absoluut. Ja. Dat Brabant nog ligt. Ja, voor ons zelf ook een toepasselijk liedje altijd. De moeder van Peter Himmel. Weg van Guus Meeuwis en dit liedje, weet je wel. Dus we hebben hem hier ergens ook. Kijk, daarboven. Daar hangt hij ook. Oh ja. Brabant nog licht. Ja, 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 ja. Niet in Brabant brand nog licht, maar de Brabant nog licht zong ze altijd, hè? Volgende kaart. Je hebt wel wat met reisgenoten, moet ik zeggen, hoor. Ja. Er komt er weer eentje, hè? Ja, dat wist ik niet. Even kijken. Ik ben je reisgenoot vergeving. Als je met mij reist, dan beginnen we iedere keer opnieuw. Ook als jij het was die mij deed struikelen. Als ik stop in jou te geloven, komen we beide nooit aan. Dus vergeef ik je en lopen we samen verder. Is vergeving jouw vaste reisgenoot? Zeker. Ja. Ja, ik ben niet. Ik ben nooit lang boos. En ik kan inderdaad heel snel iets vergeten. Ja. En dat komt denk ik ook door je positiviteit. Ja, dat zal er ongetwijfeld mee te maken hebben. Ja. Of het moet echt door en door slecht zijn, dan houdt het wel op. Dan is het bij mij ook echt klaar. Zeg maar in principe gebeurt hetzelfde. Ja. Als je op dat rijtje komt, dan heb je het ook wel echt bond gemaakt. Ja, ja, precies. Maar dan is inderdaad. Doordat je zo positief bent, kun je ook sneller vergeven. Hè? Ja. Dat blijkt ook wel. Ja. Ja, ik kan heel boos worden, maar ik kan ook heel snel weer achter me laten. Ja, ja, vind ik knap. Ja, ik zit even naar mezelf te kijken, maar ik ben ook eigenlijk altijd heel positief. Alleen als ik als echt iemand het. Moet ik dan ook wel weer gelijk geven. Als je het echt bond maakt, dan is het bij mij ook. Ja. Maar dan moet je het heel erg bond maken. Precies. Ja. Ja. Nou, mooi. Volgende kaart. De dwaas. Plotseling weet je het. Je gaat het helemaal anders doen. Je geeft alles weg. Zegt iedereen gedag. En begint een nieuw leven. Hoe zou jouw nieuwe leven er ideaal gesproken uitzien? Dus als je helemaal opnieuw mag beginnen. Hoe zou je het doen? Poh. Wel met dit wetende wat je nu allemaal hebt natuurlijk. Maar je mag even helemaal opnieuw beginnen. Wat is je grootste wens? Die heb je niet. Nee, ja, ja. Dat kan. Nee. Wat is mijn grootste wens? Ik heb vanaf. Vroeger zei ik altijd: ik wil later een tuin. Groot genoeg dat ik met een tractortje kan gras maaien. En die heb je nou in? Nee, zeker niet. Nee, maar daar heb ik altijd. Nee, ik heb niet echt wensen. Ik heb. Gezondheid. Ik hoop dat iedereen in mijn omgeving gezond blijft. Ja, maar als je opnieuw zou beginnen, zou je dan weer een. Een primetime opstarten, zeg maar. Is dat je, was dat je doel? Hè? Had je voor ogen van, nou, als ik later groot ben, dan wil ik dit in deze branche iets gaan doen?
Nee. Wat wilde je worden? Nou, ik werkte in de accountancy. Ik werkte hier in Grave bij Hulsman Rossen. Daar heb ik 9 jaar gewerkt. En Primetime was een klant van Hulsman Rossen. En ik deed daar de zaken, zeg maar. En Primetime groeide heel hard destijds. En ik was die accountancy een beetje zat. En op dat moment vroeg de toenmalige eigenaar aan mij van... waarom kom je niet bij mij werken? Toen dacht ik van, oh, evenementen, feestjes organiseren, dat vond ik altijd wel leuk. Ja, want je bent dol op feestjes. Ja, ja, feestjes organiseren en het regelen vond ik ook altijd leuk. Ik dacht, nou, ja, laat maar van, ik was nog jong. Dus ik dacht van, nou, als ik het moment is waarop ik zo'n switch moet maken, dan is het nu. En toen heb ik dat gedaan. Maar ik had niet van tevoren bedacht van, nou, later heb ik een bedrijf en evenementen en doe ik bloemstukken vuren. Nee, want je bent eigenlijk accountant, dus. Ja, ja, eigenlijk wel, ja, ja. Dat wilde je ook worden? Ja, ik heb altijd wat met cijfers gehad. Dat heb ik nu nog. Ik vind het nu nog steeds leuk om te doen. Maar het is... ik vind het... ik haal het grote voldoening haal ik uit als begintafel bedenk je een plan. En uiteindelijk zie je het eindresultaat. En zie je... ik zeg altijd zo, als de mensen binnenkomen en ze krijgen een glimlach op het gezicht, dan is onze missie geslaagd. Ja. Dat is ook een missie van het bedrijf, zeg maar. Ja. Ja. Dus nee, ja, ik weet niet of ik dingen anders zou doen. Nee, ja, je hebt altijd de fouten die je in het leven maakt natuurlijk. Maar ja. Het is nou niet zo dat je dan denkt van... je zegt, dat had ik niet moeten doen. Dat zeg je. Maar om te zeggen, ja, je leeft je leven. Je gaat geen dingen anders doen. Het is niet zo dat ik nog hele grote wensen heb van... ik wil graag een onbewoond eiland of ik wil nog 3 keer zo groot worden. Nee, helemaal niet. Nee, absoluut niet. Nee, maar wel leuk, want ik denk dat heel veel mensen dat niet weten. Dat je eigenlijk... van thuis uit accountant bent, hè? Die mij kennen vanuit Primetime, denk ik niet... als ze weten dat ik in de accountancy gewerkt heb. Nee, dat ik daar vandaan kom. Ja, ja, maar ik vind het wel echt een hele leuke switch. Ja, het is 180 graden anders natuurlijk. Ja, ja. Dus echt van accountant, ik bedoel, naar de feestjes en partijen. Ja, ja, is wel erg leuk. Ja. Ja, nou ja, je gaat van het veilige accountancy naar het turbulente evenementenwereld. Ja. Ja, het is een heel risico. Ja. En er is wel moed voor nodig, hè? Hey. Ja, komt hij weer terug, hè? Komt hij weer terug, hè? Ja. Ja. En positief, hè? Ja, ja. Volgende kaart. Hier ben ik heel benieuwd naar. Op een stille herfstnacht verschijnt de maan hoog boven... de horizon. Ze geeft geen vurige stralen die alles in vuur en vlam zetten. Zij staat in alle bescheidenheid als een kwetsbaar hemellichaam in de lucht en geeft zo de aardedonkere nacht een prachtige glans. Durf jij jezelf kwetsbaar en bescheiden op te stellen of ben je bang dat er dan over je heen gelopen wordt? Nee, ik... Mensen die mij kennen, die weten dat ik me kwetsbaar op durf te stellen. Ja, absoluut. Ja. Of dat nu naar medewerkers is of naar familie. Natuurlijk probeer je altijd sterk te houden. Maar ik zal het niet nalaten. Het is niet zo dat ze mij nooit kwetsbaar zien. Nee. Ja, dat is netjes. Ja. Ik bedoel, zijn mensen dus inderdaad die... net doen omdat hun neus bloedt, weet je wel, van, oh, kan me allemaal niet schelen. En niet kwetsbaar op durven te stellen, zeg ja. Maar. Maar nee, nee, ik denk wel. Ik kan dat denk ik wel, ja. Ja, daar heb ik zeker dat ik dat kan. Ja, ja. Ja. Nou, netjes. Ja. Nou, we doen nog 1 kaart. En dat is de laatste kaart. En dan, nou. Dat heb ik allemaal. Ja, deze is ook leuk. De duivel... Nou, Gerrit ook wat met engelen. De duivel is een gevallen engel. Gestruikeld over een slechte eigenschap. Welke slechte eigenschappen doen jou soms struikelen? Explosiviteit. Explosiviteit? Ja. Ja. Ik ben heel uitgesproken. Dus, en dat kan ook verkeerd uitpakken. Ja. En dat is je slechte eigenschap? Dat is een slechte eigenschap, ja. Ja, want dan kan ik echt een brug te ver gaan. Ja. Je gooit er gewoon je gooit er alles uit wat je... Ja, wat in me opkomt. Of het nou reëel is of... En maakt niet uit wie er voor je staat. Nee, maakt me niks uit. Nee. 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 Nou, ik moet wel zeggen, dat is wel echt aanzienlijk minder geworden. In het verleden, vroeger had ik dat nog wel eens. Maar dan was ik gewoon echt niet meer reëel. En dat was gewoon niet goed. Zo simpel is het ook. Ja. En dan moet je dan afleren, hè? Ja. Ja, herkenbaar.
Nee, maar dan moet je afleren. En, misschien komt dat ook door die positiviteit. Hè? Over kwetsbaar opstellen te maken. Ik heb een paar jaar geleden heb ik me een keer laten beoordelen door het personeel. Iedereen krijgt beoordelingsformulieren. En ik dacht van, weet je, ik wil ook wel eens weten. Mensen mogen anoniem invullen, zeg maar. Ik wil ook wel eens gewoon weten. Ik heb ook gevraagd van, wees eerlijk en zeg gewoon waar je ervan denkt. Hè? Hoe leiden wij het bedrijf? Wat is de norm en waarde binnen het bedrijf? Wat vinden ze ervan? En daar kwam dat dus uit, dat ik af en toe gewoon bam, binnenkwam. En of het nou reëel was, of het allemaal klopte wat ik zei, dat boeide allemaal niet. Het was mijn verhaal en daarmee klaar. En toen dacht ik, oh, dit is niet goed. Dacht ik, dit is niet goed. En ik wist daar al wel van mezelf. Maar als het dan nog een keer op papier staat, dan is dat niet goed. En toen ben ik een cursus gaan volgen, communicatie. En daar leer je gewoon andere inzichten hoe je daarmee omgaat. En dat heeft me wel... Dat heeft me wel geholpen, ja. Wat knap. Ja, goed hè. Nee, maar dat je dat inderdaad kunt... dat je daarvoor naar een cursus gaat, om dat toch een beetje... Ja, dat was ook wel echt een punt, zeg maar. Als één iemand dat zegt, prima. Maar als heel veel mensen dat zeggen, dan is dat... Ja, dan moet je dat, volgens mij moet je dan iets mee doen. Ja. Ja, maar je hebt er wel wat aan gedaan. Dus, ja, is ook. Ja. Dus ja, dat is, dus in, maar het komt niet meer zo vaak voor. Dus, nee, het komt niet meer voor. Nee. Nou, niet meer. Nee, het komt niet meer voor? Nee, ja, het is al heel lang niet meer gebeurd. Nee. Oh, wat goed. Ja. Ja. Dan zou ik ook eens die cursus gaan volgen dan. Ja. Ik zal daar even adres. Ja. Ja, het is heel moeilijk. Nou, wij zijn er doorheen, Patrick. Ja, dat is leuk. Ja, hè? Ja, vind ik ook. Ik... Wel leuk dat ik, en ik denk met mij alle kijkers en luisteraars, en dat die dus nu een heel klein beetje de man achter Patrick Michiels hebben mogen leren kennen. Tenminste, ik in ieder geval wel. Dus er zijn wel echt een paar dingen dat ik denk, oh ja, kijk. Oh ja, die dingen hoor. Ja, ja, ja. Ja, eigenlijk allemaal. Dat wist ik allemaal helemaal niet. Dus dat is wel leuk. Hè? Ik ga er ook blanco in. Dus dan is het voor mij ook allemaal nieuw. Dus dankjewel dat je hier was. Ja, en ik wil iedereen bedanken. En voor het kijken. En tot de volgende keer bij 04, het 0486 barretje. Met mij. Doei, tot ziens.